Samen een voorstelling gemaakt voor zo'n zoon. Ja. 2 jaar geleden met de Circusplaneet. En dat was echt cool en tof. Mm. En toen vroeg zo'n zoon, willen jullie nog eens iets maken? En dit keer bij Nathalie Terlink, die ook film zou maken. En dan zijn we beginnen vergaderen en fantaseren. Want we wilden graag iets over slaap maken en slapen. En we hebben heel veel gegeeuwd tijdens het maken. Ja. Slumberland gaat over slapen, over het donker, over... Het gaat ook heel veel over niet kunnen slapen. Over niet kunnen slapen, over dromen. Over bang zijn in het donker. Ja, over alles wat het daglicht niet zien mag. En over het maanmeisje dat per ongeluk uit haar bed valt en op de aarde terechtkomt. Mm. En het hier allemaal heel raar vindt. Wat zie je? Je ziet Foucault die heel veel synthesizer speelt en gitaar. Ja, ook. Je ziet Anne die een grote vleugelpiano bespeelt. Mm. En ook een keyboard. Ja. En wat zie je nog? Een groot doek met een film erop. Ja. En ook allemaal kleinere filmpjes daar rond. Er doen veel kindjes in mee die vertellen over slapen. Ja. En dromen en angsten. En, En er is een maan. En heel veel heel toffe liedjes. Het is mooi en romantisch. Mm-hmm. En spannend. Ik ga vertellen dat hij mee was dan je ziet als je...